Ja, ja, ja. Tyfus homo, waar ben je dan? What the fuck gebeurt er? Ja, deze gozer. Ik ben rustig naar huis aan het lopen. Rent deze gozer achter mij aan. Welkom bij deze nieuwe video. Hey YouTube. Vandaag starten we de video op onze oude vertrouwde Bomut. Die niet zo oud is. Maar ik wil deze video... Luister, Davy, laat mij aan te praten. Oh, het begint ook lekker weer nacht te worden. We kunnen thuis niet slapen. Maar, oké, lekker dit. Maar, ik wou even zeggen, we hebben een Pinterest-account. En, weet je... Wij promoten daar dingen op vanaf Amazon. Dus als jij denkt, ik ga iets bij Amazon kopen. Gebruik gewoon... Ga gewoon via Pinterest naar... Met een link naar Amazon toe. Krijgen we daar commissie op. Help je ons bij. Superleuk. We verkopen trouwens elektronica producten. Maar wat gaan we deze aflevering doen, Davy? Ik ben al bij de andere kant van onze base. Ik kom ook eraan. Wee. En gewoon alles is gewoon echt behalve die maan. Voor die Udo. Dat is altijd de volle maan wat er is. Ja, dan mag je hier niet komen. Wacht even. Nee, even daar blijven. Oké, ik kan er nu wel gewoon langs. Ik zie jou boven mij lopen. Wat? Zie jij mij lopen? Ik kan je zien. Nou. Hey, Oké, maar... Ik kan jou gewoon door het dak zien. Hallo. Oh, dak spant. Oh. Sta daar stil, hoor. Oké. Hallo. Ik kan er nu toch langs? Wat doe jij? Davy? Ik dacht al. Oké, we gaan bomen choppen midden in de nacht. Hakbijl. Oh ja. Natuurlijk, het gaat proberen. Wat ook betekent regen. Met pakje omgechopt. Oké, ik pak al wel zo'n kutcar. Moet je thuis maar. Besef dat we nog maar 74 logs nodig hebben. Hey, er staat hier iemand. Staat daar iemand? Natuurlijk is mijn kettingzeg op. Dan gaan we verder met het zwaard. Ik moet er gewoon even een nieuwe viewcan erin flikkeren. Ja, maar dan attackt hij mij. Ja, dan ontwijk je hem. Pa, waar is die? Kom hier jij. Nu ga jij dood ook. Yay! Ah, ik had het ook met een kettingzaag doen. Oeh. Ja, nu ben je de lul. Kut. Ik heb een kettingzaag. Efficiënt hoor. Hoppakee. Bro, what the fuck gebeurt hier? Skulls. Skulls. Wat heb ik nou nog meer? Oh, ik zie er eentje op je afrennen. Hoppakee. Jullie worden gekettingzaagd. Hey, Davy, even zo serieus blijven, hè? Want het is wel een serieus werk, ja, mensen kettingzagen. Ja, oké. Even het serieus hebben. Straks ga je een keertje lol maken, heb je gelijk een kettingzaag in je hart. Dus dat wil je ook niet. Of jij wilt dat wel, weet je, dat is weer jouw gender. Ja, we zitten nou een beetje mijn gender te genderiseren. Ja, dat vind ik niet oké. Dat vind ik niet oké. Ik vind dat gewoon grappig. Vakgenders. Ja, vakgenders. Man, vrouw, dat is het. Niks non-binair, niks. Hoppakee. We hebben alleen maar attack helikopter. We hebben alleen man, vrouw, attack helikopter. En croissant en Walmart bag. Ja, en toaster, als die er ook bij hoort. Als die er niet bij hoort, dan is het toaster er geen één van. Toaster is ook gewoon een handel. Weet je wat ik laatst op TikTok zag? Volg trouwens ook even mijn TikTok, staat ook een linkje van in de beschrijving. Ik zag dus laatst op TikTok, dat was een vrouw, en die zei dat ze transfinancieel was. Wat betekent ik dat ben ze... Ik ben transbiljonair. Ja, maar... Wat ze eigenlijk dus zei is, ik ben een financiële vrouw in een arme vrouwder lichaam. You're poor. You're broke! You're fucking poor! Ik denk van, ja, no shit. Maar waar de fuck is dat beest? Ja, daar heb ik niet echt knetterd. Ik heb gewoon even een hakbouw in de schouder gezet en die is dood hoor. Oké, fik erin. Ja, fik erin, oké. Gaan we lekker warm krijgen. We gaan even halve hoofd aan elkaar genaaid. Ah, weet ik veel, want ze kunnen niet balen en zijn gekken. Maar ik respecteer ze toch nog steeds meer dan LGBTQ mensen. In onze onderste verdieping is tenminste een beetje gezellig. Ja, heerlijk. Een beetje door pompen. Hoppakee. Gewoon niet dat die car naar boven teleporteren. Ja, het is efficiënt werken heet dit. Weet je wat dat is? Efficiënt werken? Ja, efficiënt. Oh, ik glimmer naar beneden. Ik wil op de car, wacht. Laat maar op de car. Kan dat? Misschien moet je van voren dan als... Hoezo kan ik niet op de car? Ik tril wel een klein beetje. Wacht, ga eens. Laat het los. Oké.
Nee, ik zit vast door jou. Maar de kar valt met je mee. Oh, oh, van alle kanten. Oh, oh nee. Nee. Oh, ik. Oh, hey. Oh, de andere kar vliegt weg. Oh, heftig. Wee. Lekker, dus je gewoon eng in het donker. Nee, joh. Niet light. Hey, hey, het begint al dag te worden. Het begint dag te worden. Nou, ja, wat licht erbij, oh. Kan geen kwaad. Ik hoor ze weer. Auw, kut mijn hol. Krijg een kettingzag in je gezicht of zo? Krijg geen kettingzag in je gezicht. Hoppakee, die doet het niet meer. Zou ik ook wel logisch vinden als jij een klein beetje gekettingzaagd wordt. Kijk, nu ja. Wat licht. Ja. Steek deze in de hands. Botten. Veren heb ik. Ja. Hallo. Van mij krijg je geen skills, dipshit. Nou, mooi vuurtje zo. Mooie vuurtjes uit. Eerlijk, we pakken hier nog wel een stuk bos. Ja. Auw. Hier is een bos. Hij slaat mij. Auw, hij slaat mij gewoon te vaak. Kom hier. Hier komen jij. Oh, ik moet even ergens wat eten hebben zo. Dat hebben we echt. We hebben echt 80.000 stukken vlees in ons kamp zitten. We moeten echt even wat eten hebben. Oké, ik ben niet bij ons kamp. Ik ga naar ons kamp toe lopen op het slakke tempo. Hé, hey, kan maar snel lopen. Yo, ja. Waar heb jij een rockwall neergepleurd? Oh, ik ben in de balenkamp heen. Denk je dat was slim, toch? Heb je het echt over dat hele... Nee, niet helemaal omheen. Gewoon een klein stukje. Zodat we niet in onze rug gebeukt worden door de kannibalen. Worden hier anaal genomen door kannibalen? Ja. Ja, maar echt wel, dat is soms wel zo hoor. Wow. Dat zijn toch chill, ik vlieg opeens de lucht in. Ik hoor een kannibaal op mij afrennen. Ik zou het niet proberen als ik jullie was, want ik heb een kettingzaag. Ja, dat dacht ik dus al. Je springt al op me af, ja. Ik kom maar als eerst van die steen af. Dave, hij komt voor jou. Wat? Nee, ik weet niet waar hij nu is. Au, kom hier. Nu ga jij dood. Ik hoor er één. Oh, ik heb een lok van. Kom dan. Nu deed de lul. Hadden ze maar kettingzagen. Hadden ze maar kettingzagen, hebben ze wel. Maar kijk, nu zijn we hier zo veilig. Of dit nou enig effect gaat hebben, denk ik niet. Werden wel een klein beetje. En misschien wel een klein beetje dat ze denken, oh, een rockwall. Wij moeten tijd spenderen om er omheen te lopen. Nee, maar ze gaan er waarschijnlijk omheen lopen ofzo. Dat zou best wel kunnen. Ja, precies. Dan hebben wij niet gelijk in ons rug worden genapt. Wat wij ze als eerst horen voordat we in ons rugje geprikt worden. Hoeveel logs? Nog 113. Ja, maar dat is niet alleen die brug. Alleen die noem je dat ding nou ook weer? Oh ja, alleen die roof dinges. Oh joh, oké. Okay. Ja, alleen die roof. Het is zeg maar gewoon, die muur hoeft niet zeg maar, nog niet. Nee, dat is waar. Maar je wou toch, Dave, je wou toch op deze laag een toren gaan pleuren? Ja, je weet toch wel waar we nu nog een keer naar het dak kunnen gaan? Waar jij de hele tijd met je car staat? Ja, die trap. En daar is er nog een verdieping te maken, waar je nu staat. En op die verdieping een ziplijn naar beneden, naar het kamp. Oh, op die manier. Ah ja, nee, dat is goed. Er zitten hier namelijk echt veel kannibalen, man. Oh, kut. Ik heb een vogel gedood. Ik ga hem nu op het vuur leggen. Waar is een vuur? Hebben wij geen vuur? Waar is een vuur? Ik ga hier een vuurtje neerflikkeren. Ik heb eten nodig. Eten. Weet je wel, kannibalen zijn van, haha, we zitten dicht bij jullie kamp. En wij, jullie kamp is ons kamp. We koloniseren jou. Wij hebben jou nu gekoloniseerd. Hey, ik zie een laptop. Oké. We gaan verder een bomen choppen. Nee, wat, ik had er nog cars aan, maar deze twee kan ik er nog wel best in flikkeren. Goed, twee lizards in zo'n hok. Want het is wel chill. Maar misschien moet ik ze wel even resetten, dat er weer wat nieuws in kan komen. Er is echt geen lizard van een skin van een andere lizard in ofzo. Nou, laat ze echt niet denken van, misschien moet ik daar niet in gaan. Maar ze denken gewoon van, weet je, daar is mijn maat doodgaan, ik ben daar veilig. Precies. Het is gewoon hun mindset. Hun mentality. Mentaliteit. Jullie kamp wordt nu gekoloniseerd. Wij zijn de VOC geworden. Inderdaad. Wij koloniseren u. U bent nu 100% van ons. Jullie gaan nu voor ons werken. Werken tot jullie. Nu gaan jullie voor ons werken. Wij zijn de nieuwe overheid. Ik hoor een bekend geluid. Is dat toevallig een mutantengeluid? Ja, het zijn er twee. Jullie worden nu mijn armor. Maar wacht even op mij. Of ik kon er nu even snel aan jumpen.
Ik hoor op jouw geluid dat het mutanten zijn. Ik nak ze gewoon alle twee tegelijk, joh. Waar hebben ze al dood? Nee, ja. Oh. Ze staan allebei in de fik. Noobs. Oh, L, losers. Ze gaan als twee nog heel nee, maar wacht even. Oh, ik mis echt volledig. Oh, de ene staat weer in de fik. En de andere staat nog een keer in de fik. Dit is gewoon echt gekke genocide, gewoon. Oh, mijn energie begint op te raken. Ja, wacht, ik kom eraan. Au. Oh, pas op wat jullie doen. Oh, ik heb geen fucking... Hoe zou hij in de fik staan? Ik sta niet in de fik en jullie wel. Nee. Oh, de eerste is dood. Oh, ik gooi echt even speer recht tegen jou aan. Hoppakee, dank u. Vlees. Armor. Armor. Ik heb nu één flare in mijn flare gun zitten. Ik ga nog even wat meer flares halen. Oké. Deponeer ook gewoon. Vroeger, de way to go voor mij om mutanten te killen was de hele tijd molotov cocktails op ze te gooien. Echt? Ja, ik deed het echt altijd. Nee. Ik doe gewoon aan ren. Gewoon straight in hun. En niet gay, we rennen straight in hun. We rennen straight. En dan, ja, want anders dan ga je eerst nog 3 rondjes maken, weet je wel. Dat doe ik niet aan. Duurt veel te lang. Straight forward. Huppakee in hun. 3 chops geven. Dan een rondje rennen. Dan weer gewoon 3 chops. En dan zijn ze gewoon dood, jongen. Precies. En zo is het. Vroeger vond ik dit spel een stuk leuker toen je nog niet zo heel veel had. En nu zijn we al zo lang gestrand op dit eiland dat wij daar een muur gaan maken. Ik weet niet wat er mis is gegaan. Zo fucking lang, jongen. Maar ik ga verder mijn bomen in de plafond stoppen. Inderdaad. We hebben wel een mooi huisje. Ja, ik vind mijn muur wel mooi. We need to build that wall. Bro, is Trump geworden. Ben jij nu ook een orange die gehaat wordt door iedereen, maar die wel gewoon normaal is? Ja. Ik word nu sowieso gehaat omdat ik gewoon Trump normaal vind, maar hij is gewoon goeie. En je wordt ook gehaat omdat je gewoon een gekke LGBTQ gek noemt. Ja, maar dat is echt hun probleem. Ja, met de noobs. Ja. Dat is nu hun probleem. Maar ik ga echt mensen niet supporten die een vlag in mijn gezicht... Als jij gay bent, transgender of wat dan ook... En jij valt mensen... We supporten je 345% in de min. Nee, maar als jij wat dan ook bent, je bent gay, wat dan ook. Maar je kan gewoon normaal doen tegen mensen. En zeggen, prima. Prima. Maar het moment dat jij een vlag in mijn gezicht duwt... Oh, kut. Dan mag je opbokken. Ik zit vast in de... Oh, ik zit niet vast in de muur. Zagen, wie de wagen. Ik kwam thuis om 365 miljard euro te vragen. En hun zeiden nee, en ik zei ja, en toen heb ik 365 miljard euro. Oh, de boomstronken rollen hier naar beneden. Ik heb weer een volle kar. Hey, yo. Kan je niet die karren ook een stuk groter maken of zo? Ja, echt hè. Bro, wat was die bonk opeens? Weet ik veel. Ja, het klonk echt alsof er gelijk een explosie was of zo van ver. Er zijn 3 andere mensen in onze wereld. Die willen ons saboteren. Echt? Alleen, we build a wall. Nee, oh, zijn ze nu bij jou te vechten of zo? Nee. Oh, wat? Ik dacht dat er kannibalen waren. Ja, die komen niet door mijn muur in hoor. Nee, die muur is tegen Mexicano's. Mexicano. Hoppa. Oh, bijna de trap naar zijn tering gehaald. Of nou... Mijn kar naar zetering. Hallo, vlekken erin. Ja, nog niet zoveel. Oh, nog 4 denk ik. Oeh, heb ik nou precies genoeg meegenomen? Misschien wel. Oeh, het ziet er naar uit dat ik... nog 2 logs moet nodig hebben. Ik weet niet waarvoor... Ja, echt. Indians. Moet ik even 2 logs om beneden halen? Er is 1 log. Serieus, ligt er voor rest maar 1 log. For real. Deze... Disability. Balzak. Leier. Bel. Mensen die deze video kijken nu. Piep. Ik hoor iets. Ik hoor iets stampen. Oh. Dat is een dikzak. Oh, bij mij is het nog redelijk rustig en ik sta nou, eigenlijk in het kannibalenkamp. Wacht even. Oh, hij komt wel richting jou. Ah, ik ga je toekijken, joh. Hij komt nu richting jou. Net jouw voetstappen horen staan. Oh, nee, hij gaat nu weg van jou. En dat is wel jou. Ja, dat bedoel ik. Ik heb een muur. Hij komt er gewoon... Oh, hij komt er weer aan. Naar mij of naar jou? Wel richting jouw kant op, maar ik wil die armor wel... Dat armor wel eigenlijk hebben. Precies. En stuur zijn eentje. At the looks of it, he is on his own. Good morning. At the looks of it, yes, he is on his own. Oh, hij doet een bellyflop. Stamper. Ah, hij doet een bellyflop, kut. Ik sta eerder op dan jij. Oh, en knock me over. Maar ik kan niet zoveel doen.
Auw, kut. Ik wil een speer op me gooien. Pak een speer. Ja, dacht lekker even niet, hè? Oh, ik mis. Ja, fucking dikzak. Vindt die grappig hoor. Ah, hij is dood. Heb ik het. Ik heb die fucking met het zwaard in hem gaan slaan. Stamt één keer, vliegt gelijk 10 meter verderop. Ja, precies. Hoppakee. Nu zijn we rijk. Nu zijn we Elon Musk. Oh, ik hoor, we kunnen banen. Oh, maar dit is ook... Oh, 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 wacht even. Oh, oh, wacht even, jongens. Geef me even de ruimte om mijn ketting zacht te pakken. Ah, tyfus. Ik heb die al lang teruggelopen, ben naar mijn muur. Oh, 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 jongens, even rustig aan. Kunnen resources nog spawnen als jij daar gekke shit bouwt? I don't know, maar ik ben hier nu wel echt kannibalen aan het rekken hier, oh. Oh, wel lekker. Oh, 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 wacht even. Dit accepteer ik niet. Je slaat mij. Ah, kut. Dus ik klok ze even naar jou toe. Oh, laat mij rustig mijn muur bouwen. Nee. Oh, ze rennen om me heen. Ik heb het ADR-kindje. Gast, dan kan ik mijn muur niet verder bouwen. Ik ga achter mijn muur staan. Kom dan nu. Ik sta achter mijn muur. Oh, hij rent er gewoon om me heen. Oh, 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 hallo. Ja, wacht lekker even niet. Oeh, what the fuck, man. Ik vind dit wel grappig om bij de kannibalen te doen, hoor. Niet dat ik een psychopaat ben, hoor, maar... Ja, leven, ik ga je redden. Ik ga je leven redden. Wacht even, niks tegen doen. Kan je hem even kettingzagen leren? Goedemorgen! Ik denk dat ze dood zijn. Ik denk het ook. Ik kan mijn lizard armor nu aandoen. Niet dat ik er wat aan heb, hoor, maar... Ja, laptop. Oké, nou, dat was een ervaring. Dat was een ervaring, ja. Ja, wat heftig. Ja, ja, ja. Tyfus homo. Waar ben je dan? What the fuck gebeurde er? Ja, deze gozer. Ik ben rustig naar huis aan het lopen. Rent deze gozer achter mij aan. Staat daar nou nog één? Of is die dood? Weg. Wat nou ook. Dood weg, zolang één van de twee. Nou, dat was een beetje een kleine ervaring. Niks heel erg. We gaan slapen. Nee. Oké, ja, we gaan slapen. Misschien wel een handige optie. In de eerste wil ik wel even dit afmaken. Serieus? Oh, hier is hem nog. Ja, dat zag ik niet. Oké, nee, dan snap ik het. Nog 18. 8 toch? 10. 18. Ja. Serieus, ze mogen echt mijn ballen zuigen. Ja, joh. Komt wel goed, man. Komt wel goed. Kom slapen. Ja, daar zijn we weer. Lekker ochtend. Niet dat ik er blij mee ben, maar... Ik moet in het water of zoiets zitten. Dat ik... To avoid infections. Maar dan gaan we dat lekker doen, joh. Ja, joh. In modder. Modder. Waar is water? Oh, nee, ik had geen veren. Geen laat maar. Kut, sorry. Kut, ik heb een infectie. Nu moet ik een aloe vera eten. Ham nam nam nam. Ik snap niet waarom dit hier staat. Ik snap het wel. Oké. Okay. Oh, je bult pleurt er nog op de tweede laag bovenop, joh. Ja, natuurlijk, man. Ja, dan kan je beter... Nu zijn we echt beschermd tegen kannibalen. Bro, gaat next level. Ja, kan jij het huis maken, zodat we op een gegeven moment die zipline kunnen doen? En dan bouw ik hier zo een of andere muur dinges, zodat we in ieder geval veilig kunnen treffen over ons gekke dal heen, waar we onze trees choppen. Oh ja, daar heb je wel gelijk in. Ja, ik bedoel, dat is waar we onze trees choppen, en dit is dan gewoon onze supply plek of zo. Chill, kannibalenkamp. Ja. Cool farming, alles. 3000. Ik vind het wel heel graag dat je modder over jezelf kan doen. Echt, hè? Dan ben je een modderbloedje. Precies. Oh, ik heb een blikje energy nodig, godverdomme. In de hoop dat ik nu wel een kar kan pakken terwijl ik niet door alles heen word geglitcht. Oh ja, en dan krijg ik damage. Lekker bezig. Ik vind dit wel een mooie muur. Hé, hey, er loopt er weer een. Nou, ik weet wel zeker tot als deze muur erop zit, tot ze er moeilijk overheen gaan komen. Denk het ook. Oh, daar gaat de kar. En dan ligt hij aan de zijkant. Dat is ook een optie. Kut, is het vol. En ik weet heel zeker dat na deze keer tyfus ding eindelijk een schietje vol zit. Huppakee, we kunnen hier nu oplopen. Ja, eindelijk op ons dak lopen. Ja. Oké, maar hoeveel daar is alleen maar een tweede verdieping over dat kleine gedeelte? Ik heb een kleine constructie neergezet. Het wordt nu misschien 383 logs. Nee, je gaat toch niet over die hele verdieping, die hele bovenste... Nee, oh, nee. God. Niet over de hele verdieping. Maar ik denk dat hij moet er wel echt goed op staan, want ik zie je zo aan de zijkant dat hij er langs gaat. Ja, I know. We hebben het nou echt veel te klein hier. Nee, maar Gino, anders maken we die constructie toch gewoon in het kannibalenkamp. Dan kunnen we daar op een ziplijn terug naar ons huis maken. Nee, dit is perfect. Dit is...
per... Nee, Gino, het zit echt helemaal door de onderkant van de andere bak en het gaat echt niet zo lukken. Het is echt lelijk. Als je naar de verdieping eronder gaat, zie je... Gino, haal het weg. Haal het weg. Check die verdieping eronder. Ik wil kijken. Dit kan toch niet zo erg zijn? Plaats je in het kannibalenkamp. Dan kunnen we vanaf het... Dan kunnen we daar oplopen en dan kunnen we via het kannibalenkamp weer terug naar... Eerlijk? Kom, doen dat. Oh ja. Ja, dat kan. Dat kan. Dan kunnen we vanaf die bovenste verdieping daar kunnen we een ziplijn trekken naar het kannibalenkamp. Wat de fuck is het daar allemaal? Vanaf kunnen we dan... Ja, dat is... Waarom lijkt het alsof het zo donker is hier? Zo, dan flikkeren we hier zo even een deurtje. Rampie. Maar wacht, dus je wilt vanaf deze laag naar de kannibalenkamp of iets verder? Iets hoger bedoel ik? Ik weet een mooie plek. We gaan gewoon... ik zit even te twijfelen. Hoezo zit jij te twijfelen? Dan gewoon hier zo tussen gaan. Zo. Au. Tering man, die dingen doen damage. Moet ik helpen? Ja, ik moet alleen even healen. Kijk, dat valt vanaf hier niet eens te zien, die toren. Oh, je hebt die toren al neergeflikkerd? Ja. Ik kom eraan. Nee, we kunnen in dat kannibalenkamp kunnen we heel makkelijk loodjes verzamelen. Oh, je staat hier al. Ik zie daar een casual lopen. Maar dan staat er opeens een kettingzaag in zijn maag. Sorry meneer, ik schoot uit met mijn kettingzaag. Goedemorgen. Oh. Moet je even nu? Ik ben een kannibaal. Heb je ooit een mens gegeten? No questions. Dat is weer zo gek hoor. Ga gewoon eens een keer dood joh. Oh, what the fuck. Oh ja, ze hebben ook echt heel random opeens in hun kamp een toren staan. Hey, ik zie daar een vrouw lopen. Goedemorgen mevrouw. Ja, red maar weg. Ze geeft mij een kettingzaag op je af, hè? I know. Vang hem in mijn hoofd! Ga lekker een kamphouden. Oh, nog een man. Hey, maar Davy, gaan we de video afsluiten? Ja, oké. Kunnen we laat nieuws maar. 10 uur. Dus wat zeggen we dan tegen de kijkers? Doei. Doei.